I did not. I repeat, I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night! Hallo dames en heren en welkom bij een nieuwe video van Dutch Generation X. Het enige en dus ook best Nederlandstalig Western kanaal op YouTube. Vandaag een nieuwe discussie van Dutch Generation X en wel over de aankomende brandsplit. En dat doe ik niet alleen. Naast mij zit, in real life, Luke. Yes, ik ben er weer. De Luke. Verloren zoon is terug. Oh, die pak je wel van Tim. Oh nee, ik begon met de verloren zoon al. Met TLC review. Toen zei ik al verloren zoon. Ah. Gimmick infringement. Gimmick infringement. Luke is weer terug op de channel voor de eerste keer in echt een half jaar of zo. Een half jaar, volgens mij. Volgens mij heb ik TLC als laatste gedaan. TLC 2015. 15, ja. Oh ja, 2015 ook. 14. Opletten. En wij gaan het hebben over de brand split die WWE volgende maand gaat invoeren. Ja. En dit is een video die duurde even. En het is een idee dat al heel lang in onze groep rondspeelt. Zelfs voordat de brandsplit er was, wouden we deze video al doen. Dus het komt alleen maar handig uit dat de brandsplit er is. Ja. En nu gaan we het dus hebben over de dingen die al vaststaan en ook over de voor- en nadelen die wij denken dat deze brandsplit gaat hebben op het WWE roster. Precies. Dus, Luc, wat is jouw mening over de brandsplit? Ja, ik ben een gigantisch voorstander van de brandsplit. Ik denk dat het... zeker op de korte termijn een gigantische verbetering kan zijn voor WWE. Op de lange termijn is er maar de vraag. Het is maar de vraag hoe lang ze het vol kunnen houden. Hoe lang ze beide brands interessant kunnen houden. Maar in eerste instantie ben ik heel enthousiast erover. Want ik heb altijd brandsplit super leuk gevonden. En ik denk dat het een veel betere product over het algemeen gaat opbrengen. Dus voor mij is het een dikke thumbs up. Ja, nee, ik ben het met je eens. Het is iets wat echt al heel lang gewoon had moeten gebeuren. Ze hebben een heel groot roster. Ze hebben arguably het meest talentvolle roster ooit. Ja, sure. En ja, ik snap waar je vandaan komt. Zeg maar qua puur in-ring wrestlers gewoon. Mm-hmm. Inderdaad, dat ben ik het wel mee eens. Ik bedoel, al die indie stars die er nu zijn... die gewoon geweldige matches neerzetten iedere week. Tuurlijk, ja, dat wel. De vraag is natuurlijk star power. Hè? Kun je op beide brands genoeg star power houden? Mm-hmm. En daarom denk ik dat WWE heeft gewacht met deze beslissing. En waarom ze ook een beetje zijn gestopt met die beslissing in 2012. Toen ze Raw SmackDown niet meer brand exclusive maakten. Gebrek aan star power. Hè? Maar volgens mij denken ze nu dat er genoeg star power is. En op zich ben ik het wel mee. Dus ik denk dat het absoluut mogelijk is. Ja. Met iedereen die ze aan het binnenhalen zijn. Zien AJ Styles die dit jaar is. Nakamura die binnenkort gaat komen. Je hebt Finn Balor. Al die gasten van NXT die gaan komen. En je hebt gewoon nog de oude garde met Cena en Orton. En ja, ik wou bijna Reigns al zeggen. Die zit al bijna in de oude garde. Ja. Belachelijk. Nou goed. Dat is nou niet iets om over naar huis te schrijven. Mm-hmm. Maar ja, hij zal op den duur wel bij die top precies horen. Ja, dus we gaan het over de benefit hebben. We gaan het over brandsplit hebben. Dus dus hoe wij het voor ons zien qua championships. Misschien moeten we daar eerst even over hebben. Ja. Hoe ik het graag wil zien is dat er één world champion is. Een undisputed champion. WWE World Heavyweight Champion zoals we dat nu hebben. Die op beide brands vertegenwoordigd wordt. Dus hij is en op Raw en op SmackDown. En op beide brands heeft hij een feud of een program met een superstar. Mm-hmm. Maar er zal wel, zeg maar, één feud is dan wel, zeg maar, de belangrijkste die op pay-per-view komt en zo. Je kunt het vergelijken met Undertaker in 2002, toen die Undisputed Champion was. Hij was op Raw en op SmackDown, iedere week. En altijd beide brands had hij een verschillende feud. En dat was super leuk om te zien. En ik denk dat het wel mogelijk is. Dus dat zou ik graag willen zien. Verder de Intercontinental Championship op SmackDown, United States Championship op Raw. Laat dat gewoon, zeg maar, de echte secondary titles zijn. Als je niet world champion bent, dan wil je voor die andere titles gaan. Ja. Verder Tag Team Championship op beide brands hoef je absoluut niet op te splitsen in twee verschillende Tag Team Championships. Dat heeft echt al jaren voordat die titles werden geunified, had het al geen zin meer. Omdat die hele tag team division überhaupt gewoon kloten was. Dus ik zou die niet omsplitsen. Ik zou die gewoon zelf laten. Laat ze op beide brands appearen. Verder de Women's Championship ook op beide brands laten verschijnen. Ja.
En ook op beide brands een feud laten hebben. Dus ja. Dat is een beetje mijn idee. Ik denk echter dat ze... Ja, waarschijnlijk doen ze alle divas in één brand. Dat zou best wel eens kunnen. En waarschijnlijk gaan ze ook twee world titles doen. Dat zie ik ook. Dat schijnt wel het plan te zijn. Dat is inderdaad een rumor dat SmackDown zijn eigen title belt gaat krijgen. Ja, ik moet je zeggen dat ik ben het gewoon met je eens wat je zegt. Het is een vrij simpele dynamiek die ze gewoon eigenlijk moeten gaan doen op Raw en SmackDown. Het is niet zo heel moeilijk. Het is voor iedereen gewoon te doen. Reigns moet gewoon de world champion zijn dan. In dit geval. Cena moet dan gewoon zijn best gaan doen om midcard talent en de andere stars gewoon te elevaten. En ervoor te zorgen dat er straks nog een WWE is. Met topstars voor het moment komen. Want dat is ook gewoon iets waar WWE ook reëel in moet zijn. Is dat Cena ook niet voor altijd er is. Ze kunnen niet altijd op zijn rug blijven hangen natuurlijk. En dat is wel wat ze de afgelopen 6 jaar gedaan hebben. En dat is waarom er nu zo weinig star power is. Ja. Dat hebben ze aan zichzelf te danken. En nu moeten ze... Cena deed het heel goed in 2015 met die United States Open Challenge. Absoluut. Dat was echt een van de hoogtepunten van zijn carrière. Is die run met die United States Open Challenge. Voor de rest, ja, NXT, die gaat leeggeroofd worden. dat is al bezig. Maar Triple H die zei van NXT blijft wel een brand. Hè? Dus daar ben ik wel fan van. Ik vind wel dat je zo'n derde brand moet hebben. Mm-hmm. Je hoeft niet NXT zeg maar, te betrekken bij de draft bijvoorbeeld. Zoals dat vroeger ging met ECW. Dat een wrestler van Raw naar NXT wordt gedraft. Dat klinkt niet helemaal logisch. Zeker. Tenzij NXT echt niet meer als een developmental wordt beschouwd. Maar echt als een brand. Dus net zoals gelijkwaardig aan Raw en SmackDown wat dat betreft. Maar mm-hmm. Ik hoop nog steeds wel dat NXT echt developmental blijft. En dat als een wrestler naar Raw of SmackDown gaat. Ja, dan heeft hij het echt gered. In plaats van dat je als Raw superstar naar NXT wordt gedraaid. En dat je denkt van oh ja, nou goed. Het kan misschien wel goed zijn voor mijn carrière. Mm-hmm. Het moet echt andersom gaan. Het moet echt bijzonder zijn. Om op Raw of op SmackDown te komen. Ja. En dat moet wel gebouwd worden. NXT mag super speciaal blijven, absoluut. Maar Raw en SmackDown blijven belangrijk. Ja, dus nee, mee eens. Raw en SmackDown zijn gewoon de nummer 1. En NXT moet gewoon developmental blijven. Ook al heeft het zijn eigen fanbase. Absoluut. En weet ik wat allemaal. Helemaal tof. Moeten ze vooral blijven doen. Maar NXT moet gewoon hetgene zijn waar ook gewoon... waar de Baron Corbins gewoon een training krijgen. Ja. Eventueel kunnen mensen terug naar NXT. Tuurlijk. Oh, ja, Zack Ryder. Of een Tyler Breeze op zijn tijd. Of een Fandango. Of Emma, die terugging. Emma, precies. Ja. Gewoon mensen die het nodig hebben. Die eventueel in NXT gezeten hebben. Nog niet zo heel lang bij de company zitten. Die kun je terugsturen naar NXT. Om zichzelf te repackagen, weet ik veel wat. En zichzelf terug te vinden. Misschien kunnen in kayfabe kunnen de GM's van SmackDown zeggen tegen de wrestlers. Hey, als jullie niet goed genoeg presteren. Sturen jullie terug naar NXT. Dat kunnen ze maar in kayfabe, kunnen ze dat tegen de wrestlers zeggen. Het is ongeveer hetzelfde wat Cameron deed. Toen ze splitten met Naomi, toen zei ze ik ga terug naar NXT. Ja. Want ik wil beter leren wrestlen en zo. Bijvoorbeeld. Dat zou allemaal. Maar dat ben ik wel goed. Ja, maar het doel van NXT moet blijven iemand opbouwen voor Offsmack. Ja. Dat moet het gewoon blijven. Verder hebben we natuurlijk ook nog Main Event en Superstars. De twee andere shows. Ja. Hoe ik dat graag zie, is... ik heb liever één van de twee gaat weg. Sowieso. Voor mij mag Superstars best weg. En dat je gewoon Main Event hebt. Op woensdag bijvoorbeeld. Main Event is dan een show waar Raw en SmackDown Superstars op komen. En dat zijn dan de mensen die bijvoorbeeld op Raw of op SmackDown een promo hebben. Of een interview of een interference of zo. Die geen match hebben. Maar die dan gewoon een match geeft op Main Event. Zoals dat vroeger ook ging op Superstars. Ja. En als je Main Event en Superstars behoudt, dan zou ik zeggen, laat Superstars van Raw zijn, laat Main Event van SmackDown zijn, gewoon een tweede show, zoals dat vroeger ging met Heat en Velocity. Ja. Dat vind ik ook prima. Laten we even kijken naar de voordelen en nadelen die wij denken dat deze wedstrijd zal hebben. Zullen we bij het negatieve beginnen of gaan we bij het positieve beginnen? Laten we positief beginnen. Nou, Luc, wat denk jij dat echt een van de top dingen is die de brand split kan doen voor WWE? Gefocuste boeking. Dat is echt waar ik helemaal gek van word als het gaat om de brand split. Dat is, wat ik daarmee bedoel is dat momenten dat de superstars gesplit zijn tussen Raw en SmackDown. En je hebt een booking team voor Raw, je hebt een booking team voor SmackDown.
Wat er nog gaat gebeuren is dat superstars veel meer aandacht krijgen om een view te krijgen op tv, om meer variatie te krijgen. En natuurlijk, ze zullen maar één keer per week op tv komen. Hè? Normaal gesproken, bijvoorbeeld een Roman Reigns, die is maar één keer per week op Raw. Eén keer per week op tv, sorry. En dat is op Raw. En dat is de enige manier waarop je hem op tv kan hebben. En dus ga je heel gefocust, ga je hem boeken. Je zorgt ervoor dat het moment dat hij op tv is, moet dat speciaal zijn. Ja. En het moment dat je een brandsplit hebt en je hebt gewoon de helft, ja, je hoeft maar naar de helft van je roster te kijken, is dat veel makkelijker. Want als je iedereen op Raw moet gaan boeken, dan is dat een probleem. Dan verlies je de focus op alle feuds, alle superstars. Dus daar ben ik ontzettend fan van. En ook krijg je nu zoiets als midcard feuds. Die zullen nu ook gewoon ontstaan uit het niets. Denk aan een, weet ik veel, twee midcards. Sheamus en weet ik, Apollo Crews of zo. Ja, die nu dus is. Ja, dat is nu een beetje gaande. Maar dat is dus een voorbeeld van een feud op Raw of op SmackDown. Die je echt helemaal super chill kunt uitwerken. Meerdere pay-per-views, whatever. Dat kun je helemaal leuk uitwerken. Je kunt heel gefocust die feud gaan boeken. En dat is veel moeilijker als je Raw en SmackDown alle superstars moet gaan gebruiken. Maar als je alleen nog SmackDown zit, iedere week, gewoon één SmackDown, dan is dat super makkelijk om te boeken. Je hoeft alleen maar te kijken, oké, wat gaan we deze week doen met Sheamus en Apollo Crews? Oh, laten we een talkshow doen bijvoorbeeld. Oké, nou, dan boeken ze een talkshow. En dat kan dan heel gefocust zijn. Dus midcard feuds, en ik ben gek op midcard feuds. Ik denk dat WWE is compleet vergeten hoe midcard feuds geboekt moeten worden. Dus kijk naar de afgelopen 3-4 jaar. Noem nou eens een merkwaardige midcard feud. Ja, dat gaat hem niet worden. Ja, want de feuds waar WWE om geeft zijn de main event feud. Ja. De Roman Reigns feuds, de John Cena feuds. Die krijgen alle aandacht. Ja. En dat is gewoon het probleem. Dus dat is voor mij waarom ik... dat is de meest voornamelijke voordeel voor mij voor de brand split. Ja. Ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Nee, dat is god man, echt. Het is elke keer als wij deze discussie hebben, of in de groepsapp, of op de happening, of als we met elkaar zijn, want het komt altijd wel bij, het is echt absurd. Elke keer als we als groep bij elkaar zijn, hebben we het over de brand split. En elke keer is dit een van de grootste dingen die voorbij komt. Het is echt iedereen's frustratie is dat mensen gewoon niet de tijd krijgen, dat alle tijd in Roman Reigns zit, in John Cena, of wie op dat moment dan ook de top guy is. Sheamus voor een tijdje toen hij WWE champion was. Misbooking van mensen. Hele lange booking. Zoals die Bray Wyatt Roman Reigns feud van 5 maanden. Dat ook veel te lang was. Eigenlijk. Hele repetitieve, saaie booking. Luie booking. Denk aan die Usos tegen Miz en Mizdow feud. Nou, nee, de feud die daarvoor zat. Die Usos tegen de Wyatt family 5 maanden lang. Oh ja, die hadden ook echt 30 matches per week. Ja. En de tag team divisie is wel omhoog gegaan sindsdien. Absoluut. Maar de brand split kan zoveel goed doen voor zoveel mensen. Ja. Dat is eigenlijk nog een dingetje. Dus ook wat nu heel erg gaande is. Hè, het feit dat ze meer injuries hebben waar ze mee kunnen omgaan. Ja, WrestleMania 32 was geplaagd door injuries. Er waren zoveel mensen niet. Ja. En dat is iets wat een brand split gewoon kan voorkomen. Je hoeft niet Roman Reigns 3 keer per week op een show te laten performen. Je hoeft hem ook niet nog 2 keer op een house show. Dus het kan ervoor zorgen dat mensen zichzelf, dat er niet zo heel veel risico's worden genomen en dat er minder injuries zijn. Waardoor je dus niet, John Cena valt uit. Kut, wat moeten we nu? Of dat zullen ze niet bij Cesaro zeggen, maar vooral bij een Cena. Cena was zo instrumenteel voor wat WWE deed. En hij viel uit en dat was echt zo. We hebben geen backup plannen. En nu? Dus dat is natuurlijk WWE's eigen schuld. Maar je ziet wel hoeveel een injury kan doen. En vooral als er zoveel injuries zijn. Ja. Het kan gewoon ervoor zorgen dat er heel veel misgaat. Dus dat gebeurde ook. Ja. Dus een brand split kan ervoor zorgen dat er minder injuries zijn. Dat hoop ik ook echt dat ze even wat meer op zichzelf gaan letten. Ja, klopt. Minder injuries, dat is inderdaad ook een voordeel. Ja, goed, want het is wel duidelijk dat op tv-shows dat ze net even wat meer inzet moeten tonen dan op de house-shows. Dus ja, hoe minder tv-shows, statistisch gezien, hoe minder injuries. Mm-hmm. Verder, een groot voordeel ook is variatie. En in principe, als je Raw en SmackDown kijkt op dit moment, zul je 5 uur lang, 3 uur Raw en 2 uur SmackDown, dezelfde show zien.
Je zult misschien nog Smack. Ja, het is dezelfde show. Het is hetzelfde product. En als je ook nog Main Event en Superstars wil kijken. Dat zijn ook weer 2 uur erbij. En dan heb je ook nog de pay-per-view iedere maand. Veel te veel van hetzelfde. Maar als de brand splitter is. Dan heb je de 3 uur Raw. En dan 2 uur SmackDown. Wat compleet iets anders is. Dus je wordt niet oververzadigd door hetzelfde product. Je hebt gewoon twee compleet verschillende shows. En ik denk dat dat op de lange termijn gewoon echt een zegen kan zijn. Dat je niet steeds hetzelfde ziet. En wat dat betekent voor de superstars ook. Dat mensen als Roman Reigns, die afgelopen jaren ontzettend hebben geleden aan overexposure. Dat die iedere Raw en SmackDown er waren. Dat het niet meer bijzonder was om dat soort superstars te zien. Die hebben er zo aan geleden dat ze op Raw en op SmackDown zitten. Dat het niet meer bijzonder is. Ze zijn oververzadigd. Wij zijn oververzadigd. Het is een grote zucht elke keer als je Raw en SmackDown kijkt en je ziet hetzelfde. En ik denk dat Roman Reigns is het grootste voorbeeld hiervan. Roman Reigns. Kijk, iedereen heeft wel wat te klagen over Roman Reigns. Dus dat is het hele probleem. Iedereen kan zien wat het probleem is met Roman Reigns. En hoe meer die op tv is, hoe meer je dat ziet. Ja. Dus vooral met zijn promo en mic skills, dat is het grootste probleem, denk ik, wat Roman Reigns heeft. Als je dat gewoon limiteert, nou, je hoeft niet op Raw een promo van 10 minuten te hebben en op SmackDown nog een promo van 10 minuten. Je wordt helemaal gek. Ja. Je schiet jezelf bijna door het hoofd heen. Dus en dat is het probleem, denk ik, wat de creative team heeft en wat Vince, denk ik, heeft, is dat ze misschien wel het idee hebben dat iedereen alles leuk vindt wat op Raw en SmackDown. Ja. In dit geval, sorry, wat op Raw gebeurt. Want SmackDown is gewoon de Raw replay. Ja. Dat is gewoon zo. Er zit een half uur in SmackDown, wat gewoon een recap is van de top feud op Raw. Ja, dat is gewoon zo. Ja. Dus kijk, niet iedereen gaat het leuk vinden dat Roman Reigns champion is. En er zijn heel veel mensen die Roman Reigns fantastisch vinden, sorry. Maar die zijn onder de 12. Ja. Maar het zijn wel van die dingen waarvan je denkt van, als je gewoon kijkt. Oh, nou, ik ga op Raw. Oh, ik heb zin in die Apollo Crews versus Sheamus Shield. Oh, en op SmackDown straks. Oh, dan ga ik zien hoe Jericho versus Styles verder gaat. Oh, daar heb ik echt zin in, weet je wel. Want Styles versus Jericho is wel een goed voorbeeld van hoe een midcard feud, in principe midcard top feud. Ja. Dat was echt wel iets om naar uit te kijken. Want dat hebben ze echt goed gedaan. Ze moesten wel Raw en SmackDown gebruiken. Maar stel je voor dat Styles vs. Jericho alleen op SmackDown was. Ja, nog beter. Was het nog beter geweest. En dat was nu al heel goed. Daar was ik wel verbaasd over. Maar het is wel Styles en Jericho. Maar het zijn wel dingen waarvan je hoeft niet alles leuk te vinden. En WWE moet ook niet denken dat iedereen alles leuk gaat vinden. Nee. Maar je moet wel de kans geven dat er voor iedereen wat is. Dat er iets is voor hardcore fans en dat er iets is voor casual fans. Dat er voor casual fans is Roman Reigns versus nu tegen Seth Rollins. En dan heb je voor de hardcore fans heb je Sami Zayn versus Kevin Owens bij wijze van spreken. Ja. Of een Styles versus Cena. Dat, ja. Dat is nu de hardcore casual sure. mix. Ja. Maar je moet ervoor zorgen dat er voor iedereen wat is. Ja. Zo'n brand split kan ervoor zorgen. Want hoe meer talent er gebruikt wordt, hoe meer er is voor iedereen. Precies, heel goed gezegd. Ja, ja je hebt het al vermeld dat SmackDown interessanter wordt om naar te kijken natuurlijk. Mm. En we krijgen nu dus een echte trigger om SmackDown te kijken. Natuurlijk zijn er mensen die zeggen, ja, maar op SmackDown heb je soms wel leuke segments. En je hebt soms wel hele goede matches die je niet op Raw ziet. Maar laten we nou eerlijk wezen, hoe vaak is er nou op SmackDown niet of een rematch van Raw of een match die je daarna op Raw gaat zien? Hoe vaak gebeurt dat nou niet? 9 van de 10 keer. 9 van de 10 keer. En natuurlijk zijn er soms. Volgens mij was er laatst Kevin Owens tegen Dean Ambrose of zo in een False Count Anywhere match op SmackDown of zo. Ja. Dat was iets geweldigs. Nou goed, prima. Oké, dat soort matches zijn er natuurlijk op SmackDown. Maar over het algemeen heb je geen trigger op het moment om SmackDown te kijken. Behalve als je, weet ik veel, alles wil zien of je bent zo'n gigantische WWE-fan en je kunt er geen genoeg van kijken. Maar als SmackDown eigen brand heeft, dan heb ik zoiets van, wow, wacht even, ik ga gewoon SmackDown kijken, ik ga Raw overslaan. Weet je wel, dat zou zomaar eens kunnen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een groot voordeel, dat je gewoon 2 shows hebt waar je uit kunt kiezen in principe, als je niet genoeg tijd hebt. Ja, en ik denk dat wel een van de dingen die hardcore fans dan gaan, je hebt
een trigger. SmackDown wordt interessant. SmackDown krijgt een GM. Ja. Waar ze nu echt ook op WWTV aan het, over aan het, met Teddy Long die terugkomt. Oh, ja, ja. Kane die zijn resume inlevert. maar helaas ook corporate. Kane is niet meer Demon Kane. Hij heeft weer zijn masker af. Oh, dat is ook weer zoiets. Maar het zijn van die kleine dingetjes. Kijk, natuurlijk gaat het niet Kane of Teddy Long. Teddy Long is een one-time return. Kane hebben ze ook al afgewezen. Oh, leuk. Maar kijk, het gaat Shane of Stephanie worden. Ah, ja, dus kan. Het lijkt mij het beste, ik ga het gewoon nu zeggen, dat Shane SmackDown gaat doen. Dat lijkt me echt het beste. Ik denk dat als Shane SmackDown gaat doen, dat mensen zoiets hebben, oh, SmackDown gaat echt anders worden omdat het Shane is. Tuurlijk hoeft dat niet zo te zijn. En gaat het ook wel zo, als Stephanie er is, gaat het ook wel zoals het zou worden. Maar ik denk dat als mensen Shane zien, dan denken ze, oh, Shane die is echt voor de New Era brand, de New Era. Want dat is gewoon een trademark name ondertussen. Het is niet een New Era. Dat is zoiets belachelijks. Net als met de Diva Revolution. Blijf het lang genoeg op iemand gooien en je bent er zelf genoeg zat. Maar het is wel iets waar Shane staat voor de New Era. En SmackDown heeft die boost meer nodig dan Raw. Ja. Veel meer. Absoluut. Ja, SmackDown moet gelijkwaardig komen. Ja. Worden als Raw. Ja. Ik denk alleen dat het probleem is als Shane jam wordt. Ik denk dat SmackDown echt zo'n dump wordt voor alle indie stars. En dat de casual fans een beetje afhaken bij SmackDown. Ja. En ik hoop dat dat een beetje voorkomen wordt. Maar als Cena op SmackDown komt, dan is dat wel een beetje gebalanceerd. Dus. Ja. Dan is er nog één dingetje wat echt een voordeel is. En dat is waar hardcore fans waarschijnlijk echt al heel lang om roepen. Is dat NXT talent dat opgeroepen wordt niet zo ontzettend misbruikt wordt als dat het nu gaat. Als je bekijkt in welke feud freaking Tyler Breeze nu zit. Waarin die Fandango zijn rug scheert. Dat zijn allemaal van die dingen waarvan je denkt van, waarom? En er zijn er genoeg op te noemen waarvan je, Tyler Breeze is de voornaamste. Tyler Breeze had zo'n grote volgeling. Ja, hoe chill zou het zijn als Breeze op SmackDown kwam en die gewoon een feud begon met, noem even iemand, een face superstar, noem iemand. Sami Zayn. Sami Zayn bijvoorbeeld, fuck it, waarom niet? Ja, natuurlijk heb je al een NXT geschiedenis, maar gewoon zo'n superstar. Maar niet uit, Kevin Owens en Sami Zayn ook een NXT geschiedenis. Prima. Maakt helemaal niks uit. Hoe chill zou het zijn als Breeze en Sami Zayn bijvoorbeeld gewoon een feud beginnen op SmackDown? Voor een paar maanden. Dan krijg je super goede matches van en je hebt gewoon een leuk product. En Breeze wordt omhoog. Gebruikt. Ja, die wordt goed gebruikt. Zijn talenten worden niet onderdrukt. Hetzelfde met Fandango toen die opkwam natuurlijk. Als die nou gewoon even een serieuze feud aanging op Raw SmackDown. Yep. Er zijn zoveel gevallen al geweest van NXT talent. Dat wordt misbruikt. Maar het algemeen, niet alleen NXT talent. Gewoon alle talent wordt beter gebruikt. Yep. Denk aan Cesaro bijvoorbeeld afgelopen paar jaar. Dat hij voor zijn push, kind of, in 2015. Voor die push, ja, we hebben zoveel geklaagd over Cesaro. Dat hij... Cesaro is niet voor niets meerdere keren de meest underused superstar van de Wrestling Observer. Most underrated. Ja. Most underrated. Ja, underused. Precies. Ja, het komt allemaal op hetzelfde neer. Hij moet het zijn van die dingen waar hardcore fans en vooral van de indie scene echt over klagen. En het is echt niet alleen maar aan het feit te danken dat Vince er niet in ziet. Maar het is ook gewoon het feit dat er gewoon geen ruimte is. Geen ruimte. Ook al heb ik af en toe ideeën als ik erover kijk dat ik echt denk hier kan veel meer in zitten. Oh. Meestal als ze in de derde uur raken, zijn de ideeën op, weet je wel. En dan krijg je een hersenloze Fandango versus R-Truth match of zo. En dan ik vind het wel leuk, maar goed. Maar bij wijze van, weet je wel, je krijgt echt zo'n filler jobber match. En dan om de tijd maar te vullen. Terwijl ik echt zo denk, daar had veel meer in kunnen zitten. Ja, volgens mij hebben we het wel over de voordelen gehad. We hebben genoeg voordelen opgenoemd. Ik denk dat de meeste mensen die nu luisteren ook denken van, Brent Smith. Maar er zijn ook dingen waarvan je denkt van, dat echt een nadeel kan zijn wat een Brent Smith kan opleveren. Als mocht WWE het slecht aanpakken. Het zijn allemaal mogelijke nadelen. Natuurlijk hebben we net ook mogelijke voordelen genoemd, want het ligt natuurlijk volledig aan WWE hoe ze het gaan doen. Ja. Voor hetzelfde geld is het totaal geen gefocuste booking met Ron Smith. Zo zomaar kunnen. Maar het is grotere kans natuurlijk. Ja. Het is makkelijker met een Brand Split. Dus mogelijke nadelen. Een van de dingen wat ik al heb gezegd helemaal aan het begin is. Is er genoeg star power om Raw te dragen en om SmackDown te dragen? Want ja, het idee is geloof ik. Volgens mij wordt gerumored dat op Raw Reigns en Rollins komen. Die de show gaan dragen. En op SmackDown Styles en Cena. Is dat genoeg? Dat is de vraag. Ik bedoel, ik weet het niet hoor. Twee top guys. Ja goed. Ik weet het allemaal niet. Ja, kijk, het is WWE's eigen schuld. En ik heb met Brian deze video gemaakt over waarom WWE geen main eventers heeft. En dat zijn we echt 6 jaar langs gegaan. Ja. En alle mensen die door Cena quote-unquote geburied zijn. Dat is eigenlijk gewoon misused talent natuurlijk. Mm-hmm.
Dus WWE moet nu echt gaan gokken. WWE moet nu echt een gok nemen van dit is hoe we het gaan doen. En het is aan de fans hoe ze dit opvatten. Ja. En ook aan Reigns en Rollins hoe ze dit gaan aanpakken. Ja, ja, ze moeten ook niet bang zijn om midcards, zoals ik noem even iemand, bijvoorbeeld Kevin Owens, om die gewoon een keertje Reigns te laten verslaan. Ja. Want je hebt die star power heb je nodig. Je hebt mensen nodig die met de top guys mee kunnen gaan. En daar vaak gewoon een beetje onder zitten, zoals ik heb ja, nodig. Ja, je hebt de upper midcarders nodig. Ja, precies, maar die ook gewoon echt ja, one-on-one met de main eventers kunnen gaan, met de top guys. Die heb je echt nodig, want twee man kunnen de show niet dragen. Nee, zeker niet. Wel voor een paar maanden, denk aan Christian en Randy Orton, dat waren de twee top guys van SmackDown voor een tijdje. Die hebben een hele feud gehad. Ja. Tuurlijk, maar daarna, ja, Mark Henry toen, nou goed, het is... Je hebt wel echt die star power nodig. Dus ik hoop dat ze mensen een keer een kans gaan geven om echt ja. gewoon op hetzelfde level als Cena, als Reigns te komen. Ja. Al is het maar voor een tijdje. Kijk, en het hoeft echt niet zo te zijn, maar er moeten twee top guys zijn, hè, dus wat ze dan nu gerumored is dat er gaat gebeuren, maar er moet ook gewoon een fundering zijn van upper midcarders, jobbers, noem het op. Natuurlijk zijn er altijd jobbers. Ja. Toch? Er zijn niet, maar je kunt het minder obvious over laten komen dat het een jobber is. Je hoeft niet 20.000 keer achter elkaar te gaan verliezen of zo. Maar er moeten wel mensen zijn die die pinball pakken. Maar er moeten ook mensen zijn dat op het moment dat de Reigns Rollins feud over is. En hoe dat ook gaat eindigen, weten we allemaal niet. Maar er moet iemand zijn die dan zegt, nu word ik de number one contender. Of een Owens met, weet ik veel, Money in the Bank of zo. Bijvoorbeeld. Ja. Iets waardoor het allemaal wat duidelijker wordt. Ja, je moet af en toe bijvoorbeeld een upper midcarder, die moet in principe zeg maar kunnen wisselen met... Oké, nu ga ik tegen iemand in de midcard en nu ga ik tegen iemand in de main event, zeg maar. Dus je moet zeg maar een soort van die balans zien te vinden. Dat soms een main event guy, zoals een Cena, dat die ook even een stapje omlaag gaat in principe. Om andere mensen een kans te geven om tegen Styles te gaan. Ja, en dat is eigenlijk precies hetgene wat Cena deed met de United States. Precies, ja. En dan, ik ga nu roepen, Cena moet in de Continental Title pakken. Nee. Grand Slam champion worden, weet ik het allemaal. Blablabla, dat hoeft allemaal niet. Maar Cena kan best een feud aangaan. Met weet ik veel, Apollo Crews of zo, voor de heck of it. Ik zeg maar wat, weet je wel? Gewoon om Apollo Crews richting die top tier te gooien, weet je wel? Ja, of een Austin Aries, of een Finn Balor als die heel is, bij wijze van spreken. Er zijn zoveel dingen die een top tier guy kan doen voor een midcard guy. Of een upper midcard guy. De mogelijkheden zijn eindeloos. Maar WWE moet het lef hebben om te zeggen, Cena gaat een keertje een feud verliezen. Of Cena gaat een keertje minder overtuigend een feud winnen. Ja. Ja. In plaats van wat er dus met Owens gebeurde, en met Wyatt, en met Rusev, dat hij zo ongelooflijk overtuigend wint, dat het gewoon iemands momentum ook gewoon afremt. Echt gewoon alsof hij tegen een brick wall komt. En met Owens is nog redelijk recovered ondertussen, maar het had gewoon ook nog anders kunnen zijn. Ja, absoluut. Dus wat is nog meer een echt nadeel, of een arguably een nadeel, wat er zou kunnen gebeuren, is dat WWE toch altijd Raw blijft zien als de A-show. Ja, goed. Dus vroeger bij de Branson was het altijd duidelijk dat Raw nog steeds de flagship show was. En het hoort ook de flagship show te zijn. Het is de flagship show. Maar het gaat erom, hoe ga je het focussen? Ga je SmackDown ook een kans geven om een pay-per-view te main event? Zoals dat wel absoluut gebeurde. Dat moet gewoon mogelijk zijn. Het moet niet zo zijn dat Raw, dat daar alle star power zit. En SmackDown, ja, dat is gewoon voor de hardcore fans die een beetje kunnen aftrekken op Styles tegen Sami Zayn of zo. Dus dat is absoluut een nadeel. Dat SmackDown alsnog weer gewoon echt zo'n B-brand wordt. Maar ze moeten echt one-on-one gaan, vind ik, Raw en SmackDown. En dat kan een nadeel zijn, absoluut, dat het niet gaat gebeuren. Maar als Vince in dit geval... Vince staat bekend om het feit dat hij houdt van competitie. Nou, hij heeft geen competitie nu, maar hij kan ervoor zorgen dat... Laat SmackDown en Raw een beetje met elkaar competen, zoals ze deden in de Heyman-tijd, zeg maar. Toen de Heyman de head rider was voor SmackDown. Yes. Toen was het echt zijn doel om Raw te overtreffen. Absoluut. En dat is eigenlijk wat je moet hebben. Je moet ervoor zorgen dat mensen elkaar pushen. Als er niet iets is om te pushen... Kijk, nu is het op het moment dat mensen van NXT naar de main roster gaan, is ook, ik heb de main roster gehaald. Ja. En dan krijgen ze een cut feud of een one-time pay-per-view match en dan is het klaar. Weet je wel? Maar dan krijgen ze nog wel die paycheck. Weet je wel? Maar het moet gewoon echt zijn, ik wil world champion worden en dat is het nu niet. Ja. Je ziet dat niet. Mensen weten dat Reigns de top guy is, mensen weten dat Rollins de second guy is en dat is het. En als
een bandsplit is, dan kan het echt ervoor zorgen dat, dat er echt een vuur komt onder de mensen die echt zoiets hebben. Ik wil meer, ja. ik kan meer dan dit. Ja. En nu krijg ik, je ziet het bijvoorbeeld bij Edge, die kreeg echt zijn kans op SmackDown in het begin. Ja, ja. Dat is, kijk wat er van Edge geworden is. Dat kan bijvoorbeeld een Owen zijn. Dat kan bijvoorbeeld een Zayn zijn. Dat kan zelfs een Tyler Breeze zijn, bij wijze van spreken. Ja. Of een Apollo Crews. Maar er kan zoveel goed zijn. Maar het, WWE moet over zichzelf heen komen van Raw is de flagship show. Ja. Moet echt gaan erkennen, SmackDown is ook een top show. Ja. Daar zitten ook top talent. En ik hoop echt dat, omdat Cena daar zit, puur omdat Cena daar zit, ja, al is het dat dat Cena gebeurt. Al is het om Cena, kan me niks schelen. Er kunnen alleen maar voordelen uitkomen. Ja. Maar dan moet het echt gebeuren. En dat is wel een van de grootste zorgen die ik heb om de brandsplit. Is dat WWE alsnog zoiets heeft van, ja, fuck it, Raw is number one en SmackDown. Daar veeg ik mijn voeten mee af, bij wijze van spreken. Ja, precies. Ja. Dus dat, is, dat kan altijd gebeuren. Ja. Als gevolg daarvan krijg je dat als SmackDown een world title heeft, dat het dan zo'n title wordt die weer de pay-per-views gaat openen. Of in het midden van de card zit en waar niemand echt iets om geeft. De World Heavyweight Championship met Sheamus en Dolph Ziggler en Alberto Del Rio. Die hele periode. Mm-hmm. Niemand gaf echt om die world title. Nee. En dat is natuurlijk wat we bedoelden met het focus op Raw en SmackDown. Dat SmackDown absoluut gelijkwaardig moet zijn aan Raw. En ook de world title moet gelijk worden aan de WWE title als die verdeling meer komt. Dus dat is een andere kant van het verhaal natuurlijk. Met de world titles. Ja, en ook wat er kan gebeuren op het moment dat WWE het niet meer zo nauw neemt met die brandsplit. Is dat er dus wrestlers die op SmackDown zitten naar Raw gaan. Of een keer een one-time appearance maken op Raw. Zeg maar dat het een beetje half-assed wordt. Dat het een random beetje wordt. Ja, dat is absoluut iets waar WWE vroeger, vooral aan het einde van de brandsplit, had je ineens... Ineens random was ineens een superstar naar Raw of SmackDown overgeplaatst. Zonder echte reden. Dat was meer omdat hij een feud richting WrestleMania ging hebben met John Cena. Ik praat nu over Batista, die gewoon keurig netjes op SmackDown zat in 2009. En ineens zat hij op Raw. Ja, in principe moet je dat soort dingen niet doen, vind ik. Ik vind gewoon één moment per jaar is een draft. En zijn er uitzonderingen, vind ik, dat iemand van Raw naar SmackDown gaat. Maar dat moet dan alleen maar storyline-wise gaan. Dus het moet echt kayfabe een reden zijn om van Raw naar SmackDown te gaan. Niet om je eigen boeking te bevorderen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik hoop echt dat het niet half-assed wordt. Dat je niet ineens willekeurig Raw Superstars naar SmackDown gaan en andersom. Mm-hmm. Het is vaak genoeg gebeurd. Ze moeten het niet half-assen. Echt, die brandsplit moet speciaal zijn. Die draft moet bijzonder zijn. Mm-hmm. Want ik weet nog zo goed. Iedere jaar keek ik zo erg uit naar de draft. Dat was zo leuk. Ieder jaar we denken van, we gingen bijvoorbeeld, even een voorbeeldje, een leuke draft. Bijvoorbeeld Randy Orton ging naar SmackDown, bijvoorbeeld, 2011. Hmm. Toen dacht ik echt van, oh cool, Randy Orton naar SmackDown, met wie zou die gaan feuden? Oh nou, je hebt Sheamus, je hebt bla bla bla. Hmm. En je kon samen een beetje gaan voorspellen van, oké, maar met wie gaat hij dan feuden? Gaat hij world champion worden op SmackDown? Dat soort dingen. Ja. Dus, De draft die moet wel echt bijzonder blijven en uniek. En het moet de enige keer zijn dat superstars overgeplaatst kunnen worden. Dus dat is iets. Het kan een nadeel zijn als dat niet gebeurt. Zeker zo. Maar we hebben het nu een beetje over de nadelen en de voordelen gehad. Mm-hmm. Maar er zijn ook rumors. Oké. Okay. Er zijn ook rumors. Er zijn twee grote rumors die ik met jou wil bespreken, Luc. Laten we bij de eerste beginnen. De second world title. Het is nog niet officieel. Nee. De eerste grote vraag is, zou jij wel of niet een second world title doen? Ik ben in plus, ja. Ja, onder de voorwaarde dat de world title en de WWE title gelijkwaardig zijn, vind ik het prima. Ik wil best een world title zien op SmackDown, die alleen op SmackDown is. Dat vind ik prima. Mm-hmm. Maar het moet zo zijn dat ze allebei die titles in principe een pay-per-view kunnen meenemen. Ja. Dat vind ik het prima. Ik kan er eigenlijk geen bal schelen. En je geeft ook andere mensen een kans, meer mensen een kans om world title, om world champion te worden. Iemand als Kevin Owens, die kan nooit world champion worden. In dit systeem, nooit. Maar op SmackDown kan hij zo world heavyweight champion worden. Makkelijk. Mm-hmm. Dus, ja, nee, het kan echt een kleine way out zijn voor WWE om echt op een grotere schaal main event star power te creëren. Ja. Maar dan moet het niet zo worden van zoals het in 2011 was.
En this match is die opening contest. En godverdomme weer voor de world title. Weet je wel. Godverdomme. Weet je, echt denk van, want dit stelt toch helemaal niks voor. Maar daar krijg je dus geen star power door. Nee. Als je, bij wijze van spreken, als jij Kevin Owens tegen AJ Styles hebt, in de opening match, dan gaat dat geen star power creëren. Dan denkt iedereen van, ja, what the fuck. Ja. Dit is de opening match. Je wilt dat dat, zeg maar, geboekt wordt en gebrand wordt als de main event of als de pre-main event. Ja. De match daarvoor, dat er nog even een filler-achtige match tussen zit. En dan de WWE-tafel. Ja, precies. Je wilt het hoog op de card. Je wilt het echt zo. Dit is een big deal. Ja. Zo? En dat is denk ik een van de voornaamste dingen waar ze dan wel op moeten letten. Maar ik ben wel voor een second world title. Dan. En dit is een grote. Dit is een grote. Het schijnt, en Jerry Lawler schijnt het gezegd te hebben op een house show. Tijdens een, tijdens een signing of zo. Maar hij zit nu in de jail, dus misschien was hij high. Dat er iedere maand een aparte pay-per-view komt voor Raw en voor SmackDown. Wat gaat er door je hoofd heen als je dit ziet? Ja, dan denk ik drama. Daar heb ik dus echt totaal geen zin in. Dat betekent dat in eerste instantie iedere maand en Raw en SmackDown genoeg moeten deliveren om een pay-per-view op te kunnen bouwen. Dus de vraag, kunnen ze dat? Mm-hmm. En ten tweede, veel te veel product. Oh god man, dan krijg je weer 3 uur iedere maand erbij die je moet kijken. En daarbij, ik zie veel liever gewoon een pay-per-view iedere maand waar Raw en Superstars samenkomen in principe om een pay-per-view te hebben. En dat ze allebei gewoon een maand hebben om het voor te bereiden. En dat ze allebei 4 matches op een pay-per-view hebben. Ja, ik denk dat ik ben het er ook echt zeker niet mee eens. Toen ik het las, dacht ik echt, nee, alsjeblieft. Ja. Ja. Waarom? Er zijn een aantal dingen waar we het gewoon nu in deze video over gehad hebben. Bij de voordelen, bij de gefocuste boeking, en bij echt een vuur onder de mensen om competitie te creëren, om echt de beste feuds te hebben. En dat de beste feuds komen op pay-per-view. Ja, en dat valt allemaal recht uit het raam op het moment dat jij besluit om 2 pay-per-views te doen. Ja. Want dat betekent dat bij wijze van spreken SmackDown ook nog eens 3 uur gaat worden. Want dat is ook weer iets wat rondcirkelt. Dat ze SmackDown 3 uur willen gaan maken. Oh. Ja, precies. Blijf leven. Het is wel iets waarvan ik denk van, ik wil dit niet. Ik wil dat, bij wijze van spreken, dat elke match mattert. Ik wil dat de kick-off show, want die gaan ze houden. Ja. Dat daar ook. Geef de kick-off show een theme of zo. Weet ik het. Zorg ervoor dat op kick-off shows, voor de minor titles, de minor titles, de US, de Intercontinental, de tag team, dat er eventueel dan wel contenders matches worden gehouden of tournaments die in gang worden gezet alvast, weet je wel. Ja. Zoek het uit. Er is zoveel wat je kan doen met de kick-off show. Ook gewoon wat zodat het niet iets wordt wat mensen skippen. Zodat het iets wordt wat mensen kunnen kijken. En dat kan ook met de brandsplit gewoon een stuk interessanter worden. En je wilt gewoon dat de top feuds op een pay-per-view komen. Ja. Dus je zou jezelf alleen maar in de voet schieten. En het grootste geklaag wat WWE fans hebben is dat er te veel is. En dan ga je nog een pay-per-view van 3 uur doen. Flik het toch op. Ja. Dat slaat helemaal nergens op. Hoe snel wil je je casual fans kwijtraken? En hoe onbelangrijk worden de pay-per-views? Vroeger was het bijzonder. Oh, een pay-per-view op zondag. Oh, interessant. Ga kijken welke matches er zijn. Nu, iedere 2 weken dus een pay-per-view. Ja, bij wijze van. En vorig jaar heeft bewezen dat niet werkt. Ja. Met die Elimination Chamber, Payback, Extreme Rules combo die al in 6 weken achter elkaar zat. Oh, ja. Dat was echt een ramp. Ja, ja, er was niet genoeg boekingtijd. Ja. De WWE had geen idee wat ze aan het doen waren. ze waren zo ontzettend aan het haasten dat ze zelfs op de pay-per-view al nieuwe matches aan het maken waren voor de volgende pay-per-view. Ze hebben in het verleden bewezen dat ze dat gewoon niet kunnen. Ja. En terecht, want je moet gewoon meer tijd hebben dan 2 weken. Ja. Je moet het kunnen opbouwen. Mensen moeten zich kunnen investen. Mensen moeten gewoon excitement kunnen hebben. Wijs van spreken. Money in the Bank. Aankomende zondag. Nu. Vandaag. Ja. Styles versus Cena. Reigns versus Rollins. Money in the Bank match. 4 weken hebben we daarvoor gehad. Ja. Om ons helemaal te hypen en weet ik veel wat. Ja. Als dat 2 weken waren geweest, hadden ze zichzelf zo hard in het voet geschoten. Ja. Oh, dan Reigns versus Rollins. Een nieuwe show dan op SmackDown. En dan op Raw doen we de contract signing. En op SmackDown doen we dit. En weet je wel. En dan nog meer die focus. Snap je? Dus het is niet iets waar ik. Nee, dus dat kan het helemaal verpesten.
Ja, zeker. Dus het grootste waar dit allemaal op neerkomt, is dat Luke en ik allebei zoiets hebben van de brand split. Thumbs up. Er zijn een aantal dingen waar wij echt van denken, dit kan echt heel goed zijn, maar er zijn dingen zoals die brand pay-per-views. Dat is echt een big no. Ja. Dat kan gewoon niet. Nee, zeker niet. Ja, precies. Zijn er nog gedachten over de brand split die jij wil uitspreken? Nee. Dan gaan we het hierbij laten. En vooral als je nu dit geluisterd hebt en je denkt bij jezelf, ik weet nog dingen of ik wil hier wat over zeggen of jullie zitten er echt compleet naast. Ik kan me niet voorstellen dat we er echt helemaal naast zitten. Maar er zijn natuurlijk dingen die andere mensen wel vinden. Misschien vinden andere mensen het wel leuk om Reigns 5 uur per week op één show te zien. Laat ons vooral weten hoe jij denkt dat de brand split zal gaan. Denk je dat het iets voor WWE? Denk je dat het slecht is? Kijk je er naar uit? Kijk je niet naar uit? En als er onderwerpen zijn waar wij een discussie over kunnen hebben, die jullie graag willen zien, laat het vooral achter in de comments. Er staat een link in als je naar onze happening wil komen, om daar met ons te kunnen discussiëren, want er worden ook genoeg discussies gehouden, pay-per-view reviews, ook oude pay-per-views, en we bespreken elke Raw en SmackDown NXT. Dus is genoeg als je echt zin hebt om met ons te komen kletsen. En dan zeg ik alvast tot veel plezier met Money in the Bank kijken. En van Luc en mij, tot ziens. Doei doei!